Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video en vandaag nog eens een nieuwe Minecraft Survival. Hardcore. We zijn hier terug in de wereld. De vorige keer hebben we die villetje daar gereed. We hebben ook nog wel zitten minen. En nu gaan we gewoon verder feesten in deze wereld. Let's go. Oké, ik ga dus even heel rustig naar beneden. Oké. Ik heb ook al zitten bedenken, want ja, ik heb nu wel karotten en potato's. Dus het lijkt me wel een goed plan om al een farm te gaan starten en misschien wel piggies te gaan gevangen te nemen en zo. En dan zo, ja, laten batsen om dan meer piggies. Ik ken het, je snapt het. But okay, ik loop nu even iets meer die richting uit. En godverdomme, hier is toch wel, hier is ons materiaal dat we moeten hebben. Alleen is er heel, voilà, er zijn er twee. Drie, vier, lekker. Okay. Laten we die al eventjes vermoorden. Ja, dat klinkt rood, maar het moet gebeuren. Of wacht, we doen het gewoon. Oeh, we doen het gewoon zo. Oké. That's mine. Oh, ik krijg er kei veel van. Oké. Ah, van een die niet. Oké dan. Oké. Nice. Ja, er is dus ook wel een zalm aan het zwemmen. Oké. En bunnies. Oké, er is dus heel veel. Oeh. Oeh. Maar, even over de vorige aflevering. Wat vond ik ervan? Wat vonden jullie ervan? Als ik naar de statics kijk. Het was nogal gemixt, heb ik het gevoel. Ik was zelf ook niet echt super zeker toen ik de video online zette. Ik was er van, is dit wel goed? Maar er zijn toch wel subscribers bijgekomen. En daar is trouwens wel Iron. Laat ik dat eventjes pakken. Dus, ik ga hier even deze iron een beetje minen. Een beetje veel zelfs. Het is 8. Nice, perfect. Oké, dan kan ik dat gelijk strak al in een furnace doen. Ja. Maar, ik vond dat ik de vorige video toch een beetje... Hier zijn nog meer honden. Hoeveel fucking honden zijn er in deze wereld? Pas op, ik hoor mij niet klagen. Honden zijn goed. Honden zijn fucking beast. Ik wou gewoon even hier een base bouwen. Ik denk dat deze al een heel goed punt is. Ik bedoel, we hebben biome forests. We hebben dit, dat, het show. Ik ga even nog een boompje mollen. Maar laat ik daar wel een X van maken. Ah ja, juist. Daarom, ja, oké. Okay. Ik weet al waarom dat ik wegging. Ik ging een boom omhakken om dan weer... Zodat ik terug dingen kon maken. Wat de fuck wil de rozel teruggegooid te keren? Maar ik ging dus een boom omhakken, zodat ik... Ja! Een huisje kan bouwen. Een bed kan maken. Al die stuff. Ik heb even deze... Oh, maar fuck, zet ik nu... Oh. Gast, hoe hard kan ik iets verneuken, echt? Oké. Okay. Maar diep hoesten, ik weet het. Sorry, mijn excuses, echt waar. Oké. Okay. Het begint weer nacht te worden. Dus ik stel voor dat ik zo mijn bedje maak. Daar op die hill, hier wil ik echt gewoon mijn huis bouwen. Deze is toch wel de spot. Of pakt gewoon hier even in het zand. Dat is misschien wel gemakkelijker. Maar laat ik eventjes hier een crafting table neerzetten. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb echt eten, sorry. Oké. Okay. Een grijs bed. Mag ik wel gaan slapen? Nee, nog niet. En nu, ja, nu mag ik wel slapen. Mooi. Sweet dreams. Meer of... Fuck man, deze is gênant. Ik ken het vervolg niet. Oké. Ik stel voor dat ik hier in de buurt een strip mine maak. Zodat ik nog wat meer iron heb. Of alhoewel, ja nee. Ik was op mine, ik heb echt dementie vandaag, sorry. Ja. Oké, maar ik wou dus al beginnen met het planten van carrots. Ik denk dat we daar niet te lang mee moeten wachten. Hoe ga ik deze doen? Oké, ik heb een beter idee. Zo. Nice. Zoals je ook ziet, is er een nieuwe thumbnail-stijl. Daar ben ik ook nog niet zo super zeker over. Maar ik laat het op het moment voor wat het is. Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. Dat dat niet gaat blijven. Oké. Ik heb even wat water pakken. Oké, dus ik heb even offscreen alles afgemaakt. Allee, niet offscreen, ik heb het gewoon weggeknipt, maar... Oeh, of ja.
Laat ik er ook gewoon eentje eten. Het is me al opgevallen dat eten echt wel een groot probleem is in hardcore. Dus daarom dat ik... Ah, wacht. Hier wil ik geen karotten. Hier wil ik patatten doen. Dus wacht, hè. Ik ga deze even allemaal wegdoen. En dan gaan we hier zo patatten plaatsen. Et voilà. Daar zijn er wel een stuk minder van, akkoord. Oké. Okay. In wiet ben ik niet geïnteresseerd. Ik zie dat we... Voilà. Wiet niet echt nodig. Oh, we hebben ook koeien nodig. Dat besef ik me nu pas. Ja, voor later voor de boekjes te maken en zo. Zijn er koeien in de... Maar er zijn al... What the fuck? Sorry. Er zijn al paarden. En die geven ook leider, dus dat moet wel geen probleem zijn. En bunnies ook. En er zijn wolven. But okay, that's pretty nice. Ik ga deze... Even opburnen. Nice. En laat ik misschien ook wel een kist maken. Dat is ook wel handig. Dat ik even onze onnodige troepen kan indumpen. Oké, deze. Dat hebben we allemaal niet nodig. Voilà. Boonmeel kan wel handig zijn. Kan ik het best een huis maken in de grond? Dat lijkt me wel het beste. Dus ik ga eerst deze al even allemaal clearen. En dan ga ik gewoon beginnen aan mijn huis in de grond. Dus zal ik even willen optieven. Nu ik toch ga wouwen, is misschien wel ja, een goed punt om over iets te praten. En wat mij toch wel in het oog viel vandaag, op de media, is Joke Schouwvliegen. Dat lijkt me wel heel leuk om daarover te praten. Het klinkt misschien heel wak, maar dat mens is echt nog wakker als mij, geloof me. Dan mij, sorry. Ik moet juist Nederlands spreken. Ik ga ook even die sugarcane pakken. Au. Misschien kunnen we ook wel in de woestijn eens gaan kijken voor een tempel of zo. Dat is ook wel epic. Oké. Deze shit gaan we ook nog nodig hebben, maar op zich, deze shit gaat echt wel snel. Dus daar moeten we ons niet te veel zorgen over maken. Nice. Oh. Lekker. Mooi. Voilà, perfect. Oké. Dat kunnen we ook wel lekker laten groeien. Misschien is het wel nog niet zo'n dom idee om een wheat farm te doen. Dan kunnen we misschien volgende aflevering wel doen. Maar het huisje is even toch wel belangrijker, denk ik. Dus ik ga hier nog een furnace neerzetten. En wat ik ga doen, denk ik. Zo. Ik ga iets heel lelijk doen. Misschien. Nee, het is niet de bedoeling dat het lelijk is. Hoe staat mij niet verkeerd. Maar ik wil het wel mooi. Snap je? Snap je? Oké, we gaan dat hier even laten branden. Ik ga nog wat eten. Ik ga even op avontuur. Ik ga wat bomen omhakken totdat deze ex kapot is. En dan kunnen we wel even voort met hout normaal. Normaal zie ik iemand van... Oh, je moet die fucking bomenknuffelaar zijn. Je moet ervoor zorgen dat je elke boom dat je plant, die teruggeplant moet worden. Ik bedoel, deze is hardcore. Boeit me echt geen ene anus als deze wereld wordt opgefuckt. Akkoord, het is echt een mooie wereld. Maar hey, ik heb de seed. De seed is in de eerste aflevering, dus je kunt hem ook gewoon spelen. Maar terug naar onze minister van Landbouw en Milieu. Joke Schouwvliegen. Schouwvliegen. Na mens is het echt niet normaal hard aan het upfucken. Ik denk zelfs dat de partijvoorzitter Wouter Beek is van... Dude, what the fuck zet je allemaal aan het doen? Waarom verpest je mijn partij zo hard? Hij is die shit legit aan het denken, maar ik snap het ook wel. Ik bedoel, als je aan mensen hoort spreken, denk je echt van, what the fuck is uw probleem? Ze begon dan in een interview, dat ze... Of het was een toespraak, dacht ik. Ik weet het niet. Dat voordat ze minister was, dat een aantal milieuorganisaties naar haar toe waren gekomen om te zeggen... Dat ze wraak gingen nemen of zoiets en al die shit. En nu begint ze blijkbaar te beweren dat al die, die dingen op donderdag, die spijbelacties, kan er even niet op komen. Betogingen, dat zou zo gezegd door dat zijn. Dus 4,5 jaar geleden hebben ze gezegd, we gaan wraak nemen. Dat zijn ze blijkbaar nu aan het doen volgens haar. Interessante theorie. Ik heb al... beter gehoord, maar ik moet zeggen, Joke Schouwvliegen heeft toch wel de strafste eruit gepakt. Ik bedoel, het is meestal in België zo dat het zo links tegen rechts is, snap je? Het probleem is, Joke Schouwvliegen is van de partij CD&V, dus wel de centrale shit, snap je? Zij heeft nu links en rechts tegen haar, dus dat is wel heel lastig. Die heeft het echt heel hard opgefukt.
ik ben er vrij tot zeer zeker van dat het niet gaat gebeuren dat zij nog... Oeh, waarom is die wolf boos? Moet ik hier bang voor zijn? Oh shit, hij heeft gewoon iets gegeten. Never mind, thanks man. Oh, rustig. Ja, ik pak ook wel wat saplings mee. Misschien is het wel handig als we onze eigen bomenfarm beginnen. Ik heb hier even gewoon een beetje het bos verpest. Maar oké, okay, that's very nice. Ja, hier heb ik ook nog een random boom omgehangen blijkbaar. Yo, daar zijn koeien. Nice. Oké. Okay. Misschien kunnen we na volgende aflevering wel aan een ding beginnen. Aan een wheat farm. Check even deze bunny fucking blij. Oké. Okay. Maar die wheat farm kan misschien wel nog van pas komen. We moeten daar wel een beetje plaats voor gaan maken. Want het is zo redelijk heuvelachtig. Maar oké. Okay, that's no problem at all. Hoe zijn ze al die klaar? Fucking traag gaat, hè? Oké. Okay. Ik heb even pitten. I can only sleep at night. Jee. Ik heb wel een fucking veel hout. Dat is wel nice. Laat ik nog niet gelijk alles in. Pak dat ik 32. Voilà, dat zijn twee stacks. Oké. Okay. Nu kan ik slapen. Mooi. Mooi, mooi. Het zou echt wel chill zijn mochten we vanaf de eerste keer al gelijk de Ender Dragon verslaan. Maar ik denk het niet. Maar we moeten positief blijven. Het zou wel leuk zijn. Nu ik toch zo over de joke schouwvliegen ben... bezig ben. En naar klimaatmars. Zo, al die stuff. Kan ik misschien ook gewoon beter gelijk mijn mening zeggen over klimaatmars. Ik bedoel, ik was door een vorige video aan het zien, maar ik weet niet echt of ik daar zo content was, want vond ik mijn eigen video leuk? Difficile. Maar mensen vonden het wel leuk. Zeiden gewoon ook wat minder, meer moest knippen. Ik ga kijken naar deze aflevering. Ja, zou je alsjeblieft willen weggaan? Dat is zo fucking irritant. Oké, okay, sorry. Maar ik ga het trouwens een beetje mooi proberen maken. Zo. Dat we toch kunnen zijn van ja, dit is onze fucking home. Wij voelen ons hier thuis. En that shit is fucking nice. Dat moeten we hebben, snatten. Oké. Okay. Kijken of ik hier wat stairs kan plaatsen. Kan ik wat stairs maken? Oké. Okay. Ja, dat is wel gelijk al mijn dingen weg, maar... pakt dat ik nog redelijk wat dingen maak. Dus 7, 8. Oké. Okay. Ja, ik heb twee furnaces. Ik gebruik ze ook gewoon. Maar ik ben trouwens ook weer al weggegaan aan het onderwerp. Mijn excuses erover. Ik ben nu niet de beste commentator. Ik doe mijn best. Echt waar. Oh shit. Ja. Ik ben ook precies niet echt de beste blokkenplaatser. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké. Okay. Ik heb iets te veel stairs gemaakt. Maar ja, thanks. Oh, lui, maar what the fuck is er mis vandaag? Oké. Okay. Nice. Ik heb een idee. Ik heb een heel cool design idee, denk ik. Zo. Dan moeten hier ook nog allemaal stone bricks komen. Ik stel gewoon voor dat we de mineshaft bouwen in ons eigen huis. Dat is wel het beste idee, denk ik. Zo. Hier wil ik zo inkom hals maken of zo, soort of. Ah, fuck. Ja, yeah, that shit ain't good. Maar oké, okay, ik weet niet of ik echt heel dingen mooi ga designen van binnenuit. Ik weet het niet. We zien wel wat de toekomst ons brengt, nietwaar? Maar een ondergronds huis lijkt me wel het beste. Oeh, dat is veel sneller klaar. Dat is vaag. Oeh. Het kan zijn dat ik dus gewoon zo ver was dat het, de chunks waren niet meer geload. Zoiets. Ja, mijn Engels is ook niet het beste. I know that. Oké. Dan kunnen we zo hier twee dingetjes naar beneden doen. Lijkt mij het beste. Zo. Ah, fuck. I fucked up. Kan ik zo achterlijk zijn? Sorry, mijn excuses. Oh, misschien moet ik ook die saplings eens gaan planten. Zo. Ik zal voor dat we hier gewoon een kobbel plaatsen. Ja, het is niet het mooiste. I know that. Maakt ook echt geen ene bal uit. Misschien wel een beetje, maar niet te veel. Zo, oké. Okay. Wacht, ik ga gewoon deze blok ook wegpakken. Zo. En dan kunnen we hier gewoon twee dingetjes naar beneden doen. Dus hier een trap naar beneden en daar een trap naar beneden. Lijkt me chill. Is ook wel chill, vind ik. Zo, alleen dit nog iets mooier maken.
Fuck man, deze is echt lelijk, sorry. Oké. Ik hoor een bunny en ik eet hier met de rot aan. Stop er nu meteen mee. Oké, dankjewel. Zo. Ik heb nog niet genoeg kobbel. Maar dat komt wel. Laat ik wel eventjes de bomen bouwen. Plaatsen. Echt, en kijken dat ik kippen krijg. Oké, nee, niks. Juist, de bomen. Oké. Ja, het is allemaal vrij lelijk op het moment, maar het maakt niet zoveel uit. Ik denk trouwens ook gewoon vandaag gaan stoppen over klimaat shit en zo. Ik ben niet in mijn concentratie om het te doen vandaag. Er zijn trouwens echt wel tyfus veel bomen. Maar oké, dat is goed voor het milieu. Volgens Anuna de Wever moeten we geen bomen meer kappen, dus ja. Ah, pas op, ik ben er wel mee eens, maar... Geen bomen kappen is ook wel een beetje overdreven. Ik bedoel, hoe ga je dat doen? Geen bomen meer kappen. Ik vind dat wel niet. Toch? Toch? Ik vind dat ik gelijk heb. Het lijkt mij vrij onmogelijk om geen bomen meer te kappen. We hebben hout nodig. En je kunt dat wel zeggen, oké, niet meer in Vlaanderen, dan importeren we het van een ander land. Maar daar gebeurt het illegaal, dus dat is eigenlijk nog slechter. Ja. Nu het belachelijke is, ik was hout gaan halen om mijn huisje in te richten, maak ik alles uit steen. What the fuck. Dat is nog wel vrij retarded. Ja, hier, de plafond gaan we gewoon dirt laten, dat hoort bij design. Nu, ik kon nog eventjes gaan minen deze aflevering. Ik zag daar nog een mine. Sort of. Laten we proberen om deze aflevering nog full iron armor te maken. Oh shit. Ja, yeah, but that's pretty dangerous. Oh shit. Ja, hier als hij mined is. Dat is een Enderman. Ik ga hem gewoon negeren, denk ik. Voor de mensen die mijn oude Minecraft Survival afleveringen hebben gezien, die weten wel dat ik niet te goed ben met Endermans. Oké, ja, die Yaki smoke. Oh shit. Wacht. Oh shit, een egg doet echt nog fucking veel damage. Oké. Boring too scary. Let me help you for a second. Oké. Ze kwamen daaruit. Oeh. Kom op dan. Oké, what the fuck, hoe overpowered zijn axe is geworden? Nee. Ja, oké. Laat ik even nog wat meer torches bouwen. Oké, nice. How you doing, Mr. Spider-Man? Oh, blijf weg. Boe. Dus hier staat nog een cave in de buurt. Laat ik even gewoon alles meepakken van deze. Maar deze is een goede cave. Hier gaan we naar terug gaan. Dus beter dan die fucking rot cave onder de village. Die trok echt op niks. Oké. Dan kunnen we deze iron burnen en zo. Dan kunnen we er iets nice uit maken. Hopelijk. Zo. Is hier nooit leuk te zien? Ja, hier is zeker nooit leuk te zien, maar dat is niet voor deze keer. Ik ga deze coal shit wel even meepakken. Voor de experience. En dan moeten we toch wel eens zeker naar het diepste niveau gaan. En toch eens gaan denken over enchantment tables. Ook gewoon die farms ook eens fixen. Voor koeien, zo ik leather kan farmen. Dat is ook echt wel nodig. We hebben echt leather nodig. Echt waar. Leather gaat ons door deze shit helpen, snap je? Oh. Oké. Okay. En het kan zijn dat ik zelfs voor de enchanting table een systeem ga maken waardoor ik... Oh, ik hoor dingen. Wacht. Oh fuck, deze is te hoog zeker. Maar ik heb geen kobbel. Ja. Voilà. This is your boy, Minecraft pro miner. Yeah. Oh, ja, nu krijg ik animal rights achter mij aan. Godverdomme. Ja, was er een stem? Geen idee. Oké, wel een idee. Ik had gewoon een rare hik. Kent je het? Als je het niet kent, dat is geen probleem. Ik ben ook vandaag achtergekomen dat ik blijkbaar morgen, dat ik vandaag op school moest zijn voor iets. Ja, dat is een beetje te laat. Dat is te laat.
Amai, het is lesvrije week en toch gewoon ja kies dat ik zo één dag naar school kom. Allee, ja, twee dagen morgen ook. Morgen ga ik dan wel gaan. Maar ja, ik wist dat niet, ik kan dat niet rekenen. Doe wel, like I mean, what the fuck. Ja, ik pak even al deze kool mee. Dan is dat even korte pijn, maar dat is wel handig voor later. Ik heb het gevoel dat deze aflevering al veel beter ging dan de vorige. De vorige was echt een ramp eigenlijk. Echt waar, echt een ramp. Misschien ook kunnen we ook een shield maken. Dat is wel nice. Ah, nice. Wat kobbel. Oh. Wauw, hij heeft zo'n... Oh nee, dat was fucking dom. Va fucking weg. Oh. Nee, deze was... Ah, la fuck. Nee. Fucking hell. Ik heb het heel zwaar opgefokt. This shit ain't funny. Ik weet niet waar... Oh fuck, waar is mijn huis? Holy shit. Dat was even wel een fuck... Oh, ik moet snel gaan slapen voor alles spawnt. Ja, alles is gespawnt. Ik had de lag spike. Fuck. Of nog niet. Slaap, 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 slapen. Yo, besef even hoe hard ik dat bijna had opgefokt. Ik ben zo slecht met Endermans. I ain't ready for this shit, you know. Oké. Ik ben nog in leven. Nu nog wel. Ja, nice. Dat is trouwens perfect. 3 blokjes. Let's go. Misschien kan ik mijn bed hier beneden al plaatsen. Dat is ook wel een goed plan. Zo. Oké, wacht. Dat is geen goed plan. Voilà. Ik had fucking architect moeten gaan studeren. Ik ben veel te mooi bouwwerken. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Zo. Oké. En... Nice. Volgende keer gaan we, denk ik, proberen die wheat farm te fixen en gaan we iets meer minen. Dus ik ga deze video afsluiten. Dus vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg, ciao.